Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je de nieuwe producten van Essence zien. Ik zeg dit eigenlijk altijd in dit soort video's, maar ook voor de mensen die misschien nieuw zijn op mijn kanaal en dit nog niet weten. Essence heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. Namelijk in februari met voorjaarsproducten en in augustus met de najaarsproducten. En het is dus weer tijd voor de najaarsproducten. Ik heb alle producten besteld die ik interessant vond. En ik ga je dus in deze video laten zien wat er zoal nieuw is. Er zijn nog veel meer nieuwe producten. Ik heb daar een blogpost over geschreven. Ik zal die link van die blogpost ook even in de beschrijving zetten. Mocht je dus benieuwd zijn wat er nog meer nieuw is, kun je daar altijd even een kijkje nemen. Mocht je benieuwd zijn welke producten ik heb gekocht en waar ik heel erg benieuwd naar ben en die dus nieuw zijn in het assortiment van Essence, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zoals ik al zei, ik heb de producten besteld. Ik heb namelijk producten besteld met best wel hoge korting. Ik ga de producten in deze video niet swatchen, omdat ik er nog sowieso een blogpost over wil schrijven. En het is dan niet mooi als het al gebruikt is voor de foto's. Mocht je nou ergens nog benieuwd naar zijn of dat je denkt ik zou daar een blogpost van willen zien op korte termijn of ik zou ergens nog een video van willen zien, mag je dat altijd even laten weten in de comments. En dan ga ik gewoon beginnen. Ik heb de doos voor me staan, dus ik ga gewoon een beetje graaien. Ik begin met een nieuwe baked highlighter. Dit is de Make Me Glow Baked Highlighter. Dat is deze. Deze heeft de naam Teen It's Glow Time gekregen. Deze belooft een shimmering textuur en voor een fresh and luminous look. Ik vond hem er zelf wel heel erg mooi uitzien. Dit is de highlight. Je ziet dus heel goed dat hij dus inderdaad baked is doordat hij bol is. Ik vind de highlighters van Essence over het algemeen best wel leuk. Of deze kleur ook heel goed gaat zijn, dat is natuurlijk de vraag. Je had hem ook in één kleur, maar ik ben toch wel benieuwd naar deze highlighter. Dus dat is die. Dan heb ik een nieuw lipproduct. En dit zijn de What the Fake Plumping Lip Fillers. Hebben hier al meerdere van uitgebracht. En dit is dus een nieuwe kleur. Hier zit cinnamon olie in. Dit is een pearly nude finish. Deze komt dus in een doosje. En hij zou voor 88% een plumping effect hebben. En voor 90% een instant effect. En voor 84% een hydrating feeling. Dus ik ga hem gewoon even openmaken. Hebbes. En dan ziet hij er dus zo uit. Ze hebben ook al een rode variant en een transparante. Maar ik ben naar deze wel heel benieuwd. Ik wil ook even de applicator zien en ik wil eventjes ruiken. Ja, hij ruikt wel. Dit is de applicator. Eigenlijk heel basic. De geur is op zich prima, dus ik ben wel heel benieuwd. Alle producten zijn overigens vegan van Essence tegenwoordig. Ze waren al niet op dieren getest, maar tegenwoordig dus ook vegan. Dus dat is deze plumping lip filler. Dus ik ben wel benieuwd of het echt een plumping effect gaat geven, is natuurlijk altijd de vraag. Maar we gaan het zien. Dan heb ik van de Hello Good Stuff lijn een SOS anti-spot gel. Ja jongens, ik heb nog steeds last van puistjes op mijn leeftijd. Hier zit 96% aan natuurlijke ingrediënten in. Hier zit onder andere salicylic acid in en zinnik en mintolie. Hij ziet er zo uit, het doosje. Hij komt dus in een doosje. We gaan hem gewoon even bekijken. Hij is vrij van microplastic deeltjes, minerale oliën, parabenen en siliconen packs. Even openmaken. Dit is dan het tubetje. Ik heb echt al meerdere producten van de Hello Good Stuff lijn geprobeerd en die bevielen eigenlijk wel.
Zal ik eventjes kijken hoe dat dan eruit ziet. Oh ja, dit is gewoon zo'n openingetje waar je het mee aanbrengt. Ik ben wel benieuwd of dat dit zal helpen. Het is gelukkig niet meer zo als vroeger, maar af en toe wilde nog wel eens wat opduiken. Dus ik ben wel benieuwd of dat dit wat zal doen. Dan heb ik twee nieuwe oogschaduwpaletjes. En ik moet zeggen, ik had deze iets groter verwacht. Toen ik het persbericht zag, dacht ik, oh, dat lijken best wel grote paletten. Maar toen ik ze binnenkreeg, waren ze dus wat kleiner. Ik heb allereerst het Don't Worry Be. Het zijn ook wel mini oogschaduwpaletjes. Ze zien er zo uit. Een beetje holografische effecten. Op de achterkant zie je ook een afbeelding van de kleuren. Ze hebben ook namen gekregen. Dat is wel altijd heel erg leuk. Er zitten dus, ja, eigenlijk, ja, ik denk 6 kleurtjes. Want dit is eigenlijk een dubbele. Kijk, je hebt 4 gewone kleurtjes en dit is dan een mooie overloop. Die zitten erin. Wat ik wel heel leuk vind, hier staan ook allemaal tekstjes in. Dus ik vind hem wel heel leuk vormgeven. Het is natuurlijk wel een heel handig formaatje wat je mee zou kunnen nemen mocht dat nodig zijn. Maar ze zijn wel kleiner dan verwacht. En ik heb ook het Don't Stop Believing In. En dat is deze. Deze heeft ook op de achterkant de kleurtjes staan. En die ziet er verder gewoon hetzelfde uit. Maar die heeft dan net weer wat andere tintjes. Het moeten wel tintjes zijn die bij je passen. Ik denk dat mensen misschien eerder zullen kiezen voor dit paletje als voor die andere. Omdat deze kleurtjes misschien iets draagbaarder zijn als die andere. Maar ik ben wel heel benieuwd. Maar eigenlijk als ik ze zo bij elkaar hou, zijn ze natuurlijk ook wel heel schattig. Maar die dus, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan heb ik een lipolie. Dit is een Algae lipolie. Die ziet er zo uit. Hij heeft dus een combinatie van groen met blauw. Dat vind ik zelf wel heel interessant. Heeft de naam 03 Hydrating Booster gekregen. Lipolie is gewoon vaak heel fijn om je lippen gewoon eventjes weer wat meer te voeden, vind ik zelf. En ik ben wel heel benieuwd naar deze. Ja, hij heeft op zich een aangename geur. Dit is de applicator. En je ziet eigenlijk dat hij van beide kleuren wat oppakt. Ik ga ervan uit dat je van die kleuren niet zo heel veel gaat zien hoor. Maar dat dit gewoon een combinatie is van de ingrediënten. Ik denk zelf niet dat je hier een beetje een blauw-groene gloed van krijgt. Omdat het olie is. En dat, ja, trekt wel snel in. En zie je vaak niet echt heel veel kleur van. Maar ik ben wel benieuwd. Dus deze. Dan heb ik hier een Fix It Like a Buzz Transparent Brow Fixing Gel. Deze zou extra strong zijn. Hij ziet er zo uit. Ja, dit is eigenlijk gewoon een fixing gel waarmee je dus je wenkbrauwen, nadat je ze gesteld hebt, in model kunt houden als je dit dus hebt aangebracht. Want dat zorgt ervoor dat je wenkbrauwen goed blijven zitten. Ik ga ervan uit dat hier een spoelie aan zit. Ja, zie. Een witte spoelie en daar kun je dus het product mee aanbrengen. Oh, het heeft een hele lekkere geur. Weet je waar dit me aan doet denken? Aan die tubby toetjes van vroeger. Ja, of aardbeienyoghurt. Ruikt wel lekker, moet ik zeggen. Dus dat vind ik wel grappig. Maar zit daar dan ook echt iets in? Ik vind hem echt een beetje aardbeiachtig. Nee, staat eigenlijk niet echt duidelijk op van dat er iets van die ingrediënten in zit. Maar ik vind hem echt naar aardbeien ruiken. Dus deze. Dan hebben ze een nieuwe poeder uitgebracht. En dit is de Fix & Last 14 Hours Make-up Fixing Loose Powder. Deze is mat, blurring en waterproof. Hij ziet er zo uit. Het is dus inderdaad gewoon zo'n poeder. Hij heeft de naam gewoon loose. Waar ik zelf heel benieuwd naar ben en waar ik eigenlijk op hoop. Nee, dat hebben ze dus niet gedaan. Hier zit dus nog steeds gewoon zo'n plasticje op. En wat ik bij Catrice de laatste keer heb gezien toen ik een loose poeder, losse poeder heb gekocht.
hadden ze zo'n heel handig draaimechanisme erop gemaakt, waardoor je hem heel makkelijk kon afsluiten. Want vaak vind ik met dit soort plasticjes, dan gaat je poeder overal heen, waardoor ik ze minder geschikt vind om eventueel mee te nemen. Maar ik ben wel benieuwd, want ja, op zich zijn losse poeders best wel heel erg fijn, ook om te beken en zo. Dus ik ben benieuwd naar deze. Ik heb een vrij grote pot ook trouwens, zoals ik hem vast heb. Dan heb ik een nieuwe primer. Dit is de Poreless Partner Primer. Deze zou matte fijn en blurring zijn en hier zit niacinamide in. Dat is dus deze. Ik vind primers gewoon altijd wel heel fijn onder mijn make-up om te gebruiken. Deze zou verzorgend zijn en mat. En heeft een lichtgewicht formule. En ja, hij zou dus blurren. Hij zou dus ja, gewoon je gezicht gladder maken. Ik ben daar wel benieuwd naar. Hij zit verder ook gewoon zo'n openingetje heeft hij. Dus dat is op zich prima. Ik ruik de geur al een beetje. Ik moet zeggen dat hij heel fris ruikt. Dus op zich vind ik het wel heel lekker ruiken. Ja, ik vind hem er interessant uitzien. Ik ben heel erg benieuwd als hij het gezicht mooi mat maakt en ook wat gladder, zou dat top zijn. Dat is deze. Ik heb nog een aantal primers gekocht. Dit is de Hydro Hero Primer. Deze zou 48 uur hydrateren. En hier zit hier de Hyaluronic Acid in en Cucumber Extract. Nou, dat vind ik altijd wel lekker. Deze is blauw van kleur. Staat er verder nog wat over op. Ja, hij zou dus gewoon 48 uur de huid hydrateren. Nou, dat is in de wintermaanden altijd ook wel heel erg fijn. Vooral met invloeden van buitenaf en kou is het gewoon fijn als je huid wat langer gehydrateerd wordt. Ja, ik ben benieuwd. Ik ga ook eventjes ruiken aan deze of ik er ook iets aan ruik. Want hij heeft gewoon net zo'n opening als die andere natuurlijk. Nee, hij ruikt heel fris eigenlijk. Nee, eigenlijk een hele frisse geur. Dus ja, ik vind dat wel leuk. En als het goed is, heb ik er nog eentje. En dat is, ik zie hem al, de Redness Reducing Primer met Balancing and Calming. Hier zit Green Tree Extract in. Ja, deze is gewoon eigenlijk om roodheden te verbloemen op je gezicht. En zou je gezicht dus ook kalmeren. Vooral als je gewoon heel veel roodheden hebt, is groen echt de kleur die dat ja, bedekt. En inderdaad, die groene thee, het groene thee-extract wat erin zit, dat kalmeert je huid zeker wel. Ja, er staat verder niet eigenlijk heel veel over op. Gewoon dat het ook een basis is voor je make-up, maar dat wisten we natuurlijk al wel. Even ruiken. Ik hou van geurtjes. Ja, eigenlijk ook gewoon weer een hele frisse geur. Maar misschien dat die groene theegeur nog wat meer naar boven komt. Maar ik ben wel benieuwd. Ik vond ze er heel interessant uitzien, deze primers. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. En aangezien ik best wel vaak roodheden heb, is dit altijd wel heel fijn als dit werkt. Dus dat is deze. Dan hebben we nieuwe mascara's en dit zijn de Lash Like Boss Instant Volume en Length mascara's. Dat zijn deze. Ik heb allereerst de blauwe, dat is dus de waterproof variant. Dat is deze. Hij zal volume en lengte geven en is dus waterproof. Hij heeft een fiber brush en ja... Ik ben eigenlijk benieuwd of dat hij ook instant en on-length geeft. Want dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Het is een borsteltje waar ik blij van word. Kijk. Heel interessant. Daar word ik wel blij van. Dit soort borsteltjes hou ik wel van. Dus ja, vind ik leuk. Zou ik bijna zeggen. Ik heb dus ook de normale variant. Die is dus niet waterproof, maar wel ultra black. En dat is dus de roze. Ik ga even kijken of dit borsteltje nog anders is als die van de blauwe. Ik ga er niet van uit. Nee, hij is verder gewoon hetzelfde. Hij loopt een beetje rondaf zoals je kan zien.
Ik denk ook dat er gewoon bij zal staan dat dit ook een fiberborstel is. Ik zal het nog eventjes checken. Ja, dus de borsteltjes zijn gewoon hetzelfde. Maar ik vond ze leken mij wel heel erg interessant, deze twee mascara's. Ik vind de kleuren ook gewoon heel erg gezellig. Dan heb ik van de Hello Good Stuff lijn een pore minimizing serum. En hier zit pomegranate in en 3% niacinamide. Dat is deze. Mijn poriën zie je van ver af niet heel goed. Maar als ik echt dichtbij kom, zie ik ze echt wel. Ik heb, wat dat betreft zie je dat wel echt goed zitten. Dus ik vind het altijd wel interessant als een product belooft dat hij de poriën zou verkleinen. Het is dus een serum. Hier zitten ook geen microplastic deeltjes, mineralen, olie, parabenen en siliconen packs in. Altijd heel fijn. Ik vind dit hele fijne producten, die Hello Good Stuff producten. Ik heb hier al meerdere producten van geprobeerd. En ik moet zeggen, ik ben heel erg enthousiast. Je brengt deze dus aan met een pipetje. Ik moet even ruiken. Oh, ja. Die geur is echt al heel aangenaam, inderdaad. Je ruikt echt heel goed dat het een pomegranate is. En die ruikt echt wel heel erg lekker. Je moet hem even goed dichtdraaien. Ik vind het ook een gezellig flesje gewoon. Dus ja, ziet er ook heel leuk uit. Dan heb ik ook van de Hello Good Stuff lijn een skin clearing serum. En hier zit kiwi en AHA in. Ook deze bestaat voor 97% uit natuurlijke ingrediënten. Heeft geen microplastic deeltjes, mineralen, oliën, parabenen en siliconen packs. Ja, ik denk dat deze je huid ook gewoon een heel fris gevoel geeft. Ook deze werkt natuurlijk gewoon met een pipetje, zoals je kan zien. Oeh, heel lekker. Heel fris geurtje komt eraf. Het komt waarschijnlijk echt ook wel door die kiwi. Maar echt een heel fris geurtje. Dus ook een heel interessant serum. Ik hou altijd wel van serums. Vooral nu ook. Ik ben er in de winter, gebruik het ook waarschijnlijk ook vaak meer als in de zomer. Omdat mijn huid dan echt wel wat meer voeding nodig heeft. Dan heb ik een nieuwe mascara. Dit is de I Love Extreme Crazy Volume Mascara met waterproof effect. En dat is deze. Dit zijn hele populaire mascara's. Als Essence een trend editie uitbrengt en er zit een mascara bij, kiezen ze heel vaak voor de I Love Extreme Crazy Volume Mascara's. Ik heb zelf de normale versies al geprobeerd en die vond ik heel fijn. Maar waterproof is natuurlijk altijd ook heel fijn. Even de borstel bekijken. Borsteltje is iets minder mijn ding. Ik heb het idee dat hij ook iets anders is dan bij de andere. Maar ik denk op zich, die andere kon ik wel prima aanbrengen. Dus ik denk dat ik gewoon heel erg mijn best moet doen en het dan kan doen. Maar ik hou iets minder van deze borsteltjes. Omdat ze van plastic zijn en niet echte haartjes hebben. Dat vind ik zelf iets minder. Maar ik vind hem wel heel interessant om te kijken of het waterproof effect ook echt werkt. Want dat is vaak de vraag. Dan heb ik twee hele schattige eyeliners. En dat zijn eyeliners van de Lash Princess lijn. Ik denk dat we ze allemaal kennen, die mascara's. En kijk, ze hebben nu eyeliners. Hoe schattig zijn ze? Daar word je toch blij van die verpakking. Ik werd dat altijd al bij die mascara's. Ik heb ze ook allemaal echt gewoon. En ik moet zeggen, ik vind ze echt fantastisch. Ik heb hier gewoon eerst de zwarte. Dit is de waterproof variant. Die ziet er dus zo uit. We gaan ook eventjes kijken naar het kwastje. Ik weet niet hoe dit werkt, want ik wist ook niet wat ik ervan verwachten moest. Oh, het is gewoon een stift natuurlijk. Het is gewoon een stift. Nou ja, prima. Gewoon zo'n leuke stift. Heeft verder geen geur, dus daar kun je op zich prima mee werken. Denk ik. Ik zat te draaien, maar dat hoefde dus helemaal niet. Alleen even, ja, je moet heel hard trekken en drukken. Maar ik vond ze zo leuk dat ze er nou ook eyeliners van hebben uitgebracht. Dat is dus de zwarte variant. En ik heb ook de bruine gekozen. Want ik heb laatst een keer een bruine eyeliner gebruikt. En ik moet zeggen, ik vond het best wel mooi staan. Dus ik heb ook de bruine variant. En gaat-ie. Oh, deze ging soepeltjes. Kijk, die heeft dan zo'n punt. Het is verder gewoon dezelfde mascara, alleen hij is bruin. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik werd gewoon al blij toen ik ze zag in het persbericht. Want ik dacht van, hoe schattig is dit? Oh, wacht even.
Dit gaat niet helemaal goed. Je trekt dus heel makkelijk die dop los. Kijk, nou is die weer goed. Zo. Zo is die dan weer. We zijn er bijna doorheen. Maar ik heb nog een Prime Like a Boss eyeshadow base. En dit is een oogschaduwbasis. En ik ben er altijd wel heel erg fan van. Omdat je je oogschaduw vaak iets intenser maakt. Dit is een... Hij belooft intensifying, long lasting en no greasing. Dat zou betekenen dat, dat het dus niet gaat heel erg gaat uitlopen. Dat hij dus lang blijft zitten en dat de kleur dus intensief wordt. Voor elke kleur eigenlijk. Het is wel een heel klein tubetje, maar ik vind hem wel heel schattig. Hij ziet er gewoon verder zo uit, dus dat is prima. Maar ik vond hem wel heel schattig, want het is best wel lang geleden dat ze weer echt een oogschaduwbasis hadden. En ja, ik ben er altijd wel fan van, dus ik was heel erg benieuwd of deze zijn beloftes zou waarmaken. Dus dat is deze. Dan ben ik toe aan de laatste producten en dat zijn een aantal nagellakjes. Ik vond deze zo leuk. Dit zijn namelijk de... ik moet even kijken of ik het goed kan lezen. De Hidden Jungle Effect Nail Lakkers. En hier zijn een aantal kleuren van. En dit zijn dus gewoon nagellakjes die jungle kleuren hebben. Maar deze heeft bijvoorbeeld een glitter effect. Dit is de kleur 05 Forbidden Berry. Ik ben dol op nagellak. Dus ik vond deze heel leuk uitzien. Ik zal even van deze hem opendraaien, zodat we even naar het kwastje kunnen kijken. Dan weten we hoe de rest van de kwastjes er ook uitzien. Eigenlijk een heel basic applicator. Hij is wat breder, maar je kunt je nagels er dan prima mee lakken. Ik hoop alleen dat ze ook goed blijven zitten. Er staat wel bij dat hij long lasting zou zijn. Maar goed, dat moeten we gaan zien. Dus dat is allereerst deze kleur. Dan hebben we deze. En dit is een metallic effect. Het is een beetje een groen kleurtje met de kleur 06 Magic Emerald. Heel leuk. Ja, ik werd heel blij van deze nagellakjes. Ik vond het zo leuk met die effecten. Dus ik ben echt onwijs benieuwd. Dan hebben we de kleur 01 Secret Gem. En dit is ook weer een glitter effect. Nagellakje, een beetje een gouden tint lijkt het. Ik vind hem een beetje goud aandoen, dus ik ben heel erg benieuwd. Dan hebben we de kleur 04 Pink Mystery. Ook dit is een glitter effect wat hij heeft. En leuk roze, dus hartstikke leuk. Word ik blij van. Dan hebben we hier weer een... Oh, dit is een hele andere. Dit is een eerder scent effect. En dit is de kleur 02 Misty Shadows. Heel leuk ook. Beetje blauwachtig doet hij aan. Ik hoop dat het goed overkomt op camera. Maar even een beetje blauwe tinten. En dan hebben we nog een eerder scent effect. En dit is dan de kleur 03 Golden Hair. Dat is deze. Die ziet er ook echt super leuk uit. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze lakjes, moet ik zeggen hoor. Ze zien er echt wel heel tof uit. Het is een beetje een oranje, ja, kleurtje. Oranje-roze-achtig lijkt het. Ik ben wel heel benieuwd. Nou, dan waren dit alle nieuwe producten die ik dus heb gekocht van Essence. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar deze producten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie alles één van deze producten hebben gekocht. En of je ze al hebt geprobeerd. Of dat je zegt van ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar een aantal van deze producten. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk dat ik ze nu heb en dat ik er binnenkort lekker mee aan de slag kan gaan. Ik ben zelf in ieder geval super benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd wat jij het leukste product vond van Essence. Wat bij mij in deze collectie zat. Want wat ik al zei, er zit natuurlijk is nog veel meer te koop. Maar ik heb gewoon een collectie gemaakt van de spullen waarvan ik dacht, die vind ik interessant om te gaan proberen. Laat het zeker even weten bij de comments.
Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!